Walibi is heel belangrijk voor Flevoland, omdat Walibi een symbool is van wat kan in Flevoland. Wij kunnen massale activiteiten aan. Walibi is ook professioneel georganiseerd. En dat vind ik typisch Flevoland. Evenementen zijn voor Walibi ontzettend belangrijk. We hebben een evenemententerrein. En dat evenemententerrein, ja, daar kunnen we evenementen organiseren zoals een Lowlands Defcon opwekking met 60.000, 70.000 gasten op dat terrein. Dat is natuurlijk te gek om te doen. Wat ik belangrijk vind is sowieso de veiligheid. En voor ons als park dat we sowieso kunnen doorgroeien. Als het gaat om de uitbreidingen van de parken, dan moeten we dat natuurlijk zorgvuldig doen. Wat mij betreft is er heel veel mogelijk. Zolang je met z'n elkaar het gevoel hebt, we doen het professioneel, we weten waar we mee bezig zijn. Maar mijn beeld van Walibi en Lowlands is ook dat dat heel professioneel is. Dus we hebben daar ook geen slechte ervaringen mee. Ik zie wat de provincie en de gemeente en alles er alles aan doen om de doorstroming op de openbare wegen in orde te houden. Maar wij zelf als park doen daar natuurlijk ook alles aan om het goed te krijgen. Ja. Samenwerking met de parken is goed. We informeren elkaar, we weten elkaar te vinden als er vraagstukken zijn. Het kan altijd beter, maar de samenwerking is bepaald niet slecht. Wat ik meer zie, nog meer familieattracties. Dat we de kinderen nog meer naar het park kunnen krijgen. Op dit moment zijn we bezig met een nieuwe kinderachtbaan. Een playfountain, een interactieve fontein. En een windzieker, dat is een molen. Dan ga je trappen en dan gaan de kinderen omhoog en naar beneden. Dus dat zijn we op dit moment aan het bouwen. Laten we vooral ook niet vergeten om leuke dingen te doen in het leven. Je hoort en leest zoveel narigheid. Maar vergeet niet om lol te maken. Vergeet niet om pret te maken. En daar is natuurlijk een pretpark bij uitstek geschikt voor.